Hi, welkom bij een nieuwe video van momambition.nl. Vandaag echt een heel tof iets, tenminste ik vind het heel erg tof. Ik mag namelijk namens mijn allerliefste BFF Tamara van de Mommy Diaries de Easy Walker Motion Plus reviewen. Nou, het eerste wat ik in deze video ga laten zien is hoe zet je hem in elkaar. Nou, ik zal straks even laten zien wat er allemaal in het pakket zit. Dat heb ik namelijk allemaal al klaargelegd. En het enige wat ik dus hoef te doen is samen met jullie lekker dat ding in elkaar zetten. En laten zien of het inderdaad zo easy is zoals wordt beweerd. Dus ik ga lekker aan de slag. In elkaar zet. Dus ik heb alles even uit elkaar gehaald hier buiten. Doe ik even voor de goede belichting. We hebben hier het onderstel. Zonder wielen. Hier zit een grijs clipje. Die maak je open. En dan klik je hem dus in principe gelijk al vast. Dan gaan we de wielen eronder zetten. Deze is vast. Deze klik je er ook zo in. Dan gaan we naar het onderste. Dat zijn de zwenkwielen. Vast. En vast. Kant. Heb je hier twee clipjes zitten aan beide kanten. Die klik je open. En dan kan je hem dus verstellen zo groot als je hem zelf wilt. Ik laat hem even op zijn grootste stand. Wanneer je de rijzicht erop wilt zetten, heb je nog een tussenstuk. Die zet je hier op en dan klik je eigenlijk als het ware zo de rijzicht erbovenop. Maar wij gaan even voor de buggy. Die pak je dus hier helemaal open tot je klik hoort. En dan klap je hem zo open. En dan kan die van je af. Of eigenlijk naar je toe bedoel ik. Kun je hem vastzetten? Ja. Dan kan je een keertje dus naar je toe kijken. Maar je kunt er ook voor kiezen. Om hem dus andersom te zetten. En dan kijk je kindje van je af. De wijde wereld in. En zo zet je hem eigenlijk in elkaar. Hier heb je nog een future zitten. Dat is de kap. En door middel van deze rits maak je hem nog groter voor nog meer bescherming tegen de zon en wind. En dan hebben we er ook nog een voetenzak bij. Oh nee! Voetenzak mee! Die we hierin kunnen doen. Dit is trouwens een 5-punt gordel. Klik je hier heel simpel vast. Meisje. De voetensteun kan ook nog lager. Je hebt hier even kijken, twee drukpunten zitten. En dan kun je hem zo ver naar beneden zetten. Dat is heel erg handig. Wat ik ook nog eventjes wil laten zien is, hij kan dus helemaal plat. Dus stel je voor je kindje valt in slaap en je bent onderweg. Pak je hem hier. Hij kan dus meer naar voren. Ik kan hem eigenlijk in drie posities vastzetten. Dit is helemaal plat. In je slaapstand. Oh nee. Iets omhoog. En nog iets verder omhoog. Daarna. Zoals je hoort is Lea natuurlijk gewoon aanwezig. Die zit lekker mee te kijken. Ook deze kun je gewoon loshalen. Kan er gewoon af. Voor meer bewegingsvrijheid. We'll be right back.
ook erin gaan doen. Dit is de auto van mijn schoonouders. Fiat Panda. Dus als hij hierin past, dan is hij in ieder geval voor iedereen proof. Want ja, het is een hele kleine kofferbak. Even kijken hoor. We gaan hem dus inklappen. Kap. En dan inklappen. Hieronder zit een hendel. Klap je hem zo in. Leggen we plat neer. Deze open. Hup, naar beneden. En ingeklapt. Die kan hier op de zijkant moest die. Sorry. Je wieltje linksboven. Kijk. Zo. Klap naar beneden. En hij past. Ready to go.